En Rudy van der Berg krijgt concurrentie in de marathon van een Benny Gerards die een snelste tijd realiseert in de eerste hindernis. Tijd van 53-61. Dus Benny Gerards, en dat is met koers nummer 317, die komt naar hindernis 2, snelste in de eerste hindernis. Aan het werk in de laatste hindernis, dat is Johan Nijs, de 33. En Johan Nijs die staat voorlopig op de vierde plaats. Hindernis 1 kijken we nu naar Eddie van Slik. Die Eddie van Slik staat voorlopig op een zesde plaats. Die Eddie van Slik was vorig jaar nog vijfde op het Belgisch kampioenschap en die staat voorlopig zesde. In hindernis 3 kunt u kijken naar Benny Gerards en die had de snelste tijd in hindernis 1. Benny Gerards